vervuiling, dat gif zit hier 4 tot 8 meter dik onder de grond. Dat zijn we aan het afdekken aan de bovenkant met allemaal lage schone grond. Eerst maken we het veilig, we maken het weer toegankelijk. Maar de tweede doelstelling van deze sanering is om natuur tot ontwikkeling te laten komen. En wij denken dat dat de beste mogelijkheid is om dit gebied weer passend te krijgen in Waterland. Om sowieso naar de omgeving te laten zien van jullie hebben 80 jaar in de ellende gezeten. De vuilstort, het gif, de onzekerheid van de sanering. We lossen eigenlijk een ereschuld in naar de omgeving. Zij verdienen het dat de plek weer veilig is. Dat de natuur hier tot ontwikkeling kan komen. En dat er ook een periode van rust hier kan komen.